Ja, zoals jullie misschien wellicht weten, ik weet het niet, maar knip ik eigenlijk altijd mijn eigen katten hun en hun nagels. Nou, dan heb ik dus gewoon haar zo. Ja, je bent lief. Mag ik erbij? Yo, een hele goede morgen. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Carin en Roderick. Roderick en Carin, ja, dat zijn wij. Het is vandaag alweer woensdag 14 april 2021. En het is nu precies lekker 10 uur. Yay, op deze mooie zonnige dag. En het is vandaag weer voedselbankdag voor de diertjes. Ja, voor jullie. Dus daar gaan we sowieso vandaag even naartoe. En Rodi wou nog even naar de Action. Dus dat staat sowieso op de planning. En voor de rest wens ik jullie weer heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja, zoals jullie misschien wellicht weten, ik weet het niet. Maar knip ik eigenlijk altijd mijn eigen katten hun en hun nagels. Nou, dan heb ik dus gewoon haar zo. Ja, je bent lief. Mag ik erbij? En dan vindt ze dus leuk om mij tussen de kusjes te gaan geven. Dat mag ook wel. Maar ik moet wel bij. Zo, dat is 1. Die doet me dus niet meer zozeer. Snageltje 2. Dat is nageltje 3. En dat is nageltje 4. En dan doe ik deze voorpootje nog even. Vindt ze helemaal niks waarschijnlijk. En je doet het wel goed. En je verhaalt als een jekko. Zelfs Speedy is een beetje aan het afvallen en raar haar geven. Zo. Ja, je gaat even zo. Nee, schatje. Ja, je bent heel lief. Nee, blijf. Nee, kom hier met die poot van je. Wat is er dan? Wil je mee plasjepoppen doen? Ga je mee? Ja, en je moet mee. Hey. Zo, het is 10:30 al inmiddels. Bijna. Ik ga met Lady lopen. Dat moet ook maar weer gebeuren. Hè? Ja, ik ga jou uitlaten, schat. Maar jij doet het zelf niet. Nee. Die is nu dicht. Dus, ja. Halt. Ja, halt. Hier heel mooi weer met het zonnetje aan die kant. Maar dan ga ik een beetje draaien. Mag je nu al een beetje schrikken, want hier heb je al heel erg veel bewolking. Gaan we die kant op. Nee, dat is niet fijn. Maar als je met die kant op gaat, hier word je toch vrolijk van dit weer. Ja, ja, goed zo. Lady. En wat moet jij? Nou ja, ik heb weer hele mooie steentjes gemaakt. Ik ben met deze bezig, die en die. Dit lijkt roze, maar dat is rood. Dus kun je nagaan. Dan heb ik er hier 3 af. Dat is deze, die en die. En daar ga ik binnenkort eens even een leuke knutselvlog van maken voor jullie. Hoe je dus een mooie happy stones kan maken. Ja. Roderick die had nog wat nodig en voor zijn koelkast. Hè? Hoe bevalt dat? Prima. Ja, waarom? Prima. Maar waarom bevalt dat prima? Omdat het heel prima bevalt. Het is handig, praktisch, handig, leuk. Handig, praktisch en leuk. Nou, we gaan het bekijken. Hoe en dan wat. En ga zo maar even door. Want we gaan toch wel weer laten zien wat Ro heeft gekocht. Ja, had ik al gezegd dat het praktisch was? Ja, had je ook al gezegd. Nee, het is praktisch. Dus we gaan even naar de extra, want Ro die had nog wat nodig. Ja. Doe maar 3. Doe maar 3, oké. Nou ja, we gaan er 3 halen. Jij dan, ik niet, weet niet. Ja, misschien is het er niet. Nee, precies. Dat is niet praktisch. Nee. Dat is jammer. Nou, welke heb je nodig? Ja, dat klopt. Dat zijn dus deze bakken. 32×21. Deze heeft Ro dus. Ja. Daar was je blij mee, hè? Ja, heel blij mee. Mooi. Wellicht, als je dus kan zien, heb ik mijn jas aan. En ik pak het tuig. Dat betekent dat het nu richting 10:30 gaat. Dat ik dus nu lekker leeg uitlaten. Dus ik ga er vast tuigen daar. Want ze heeft ook aardig wat eten op. Nee. En dan ga ik lekker haar laatste rondje doen. En dan zien jullie me zo meteen weer. Ik ga jullie bedanken voor het kijken naar deze leuke vlog. Dus vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat een belletje achter, dan blijf jij namelijk op de hoogte. En laat een leuke reactie achter. En dat zou ik namelijk super tof vinden. Super leuk. Ja, zeker. De hypotheker, zouden we maar zeggen. En dan zou ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Doei doei.